hele goede morgen en welkom bij het allerleukste trampolinepark van Nederland. Vandaag ga ik jullie wat uitleggen over het trampolinepark, over trampolines, regeltjes die we hebben en hoe trampolines werken. En wat je nodig hebt voor een trampoline is natuurlijk het trampolinedoek, het frame en de veren. En deze zijn eigenlijk het belangrijkste om goed te kunnen springen. Want wat er gebeurt als je trampoline springt is dat het doek inzakt, de veren uitrekken en daarna weer inveren, waardoor jij zeg maar een soort kracht omhoog krijgt. Hoe een trampoline werkt is eigenlijk heel erg makkelijk. Je hebt dus het doek en daar zit al een klein beetje stretch / vering in, maar die hangt in de veren en de veren rekken daadwerkelijk uit. Maar de veren staan op een soort kracht, dus kijk, altijd als ik ze loslaat, gaan ze weer terug naar het origineel. En dat zorgt ervoor dat als je ze uitrekt, dat ze heel hard weer terug willen naar de originele status en daarom jou omhoog veren. En je hebt van veren heel veel verschillende soorten en maten. Dit is bijvoorbeeld de veer van de supertrampoline. En dit is een veer van een normale trampoline. En zoals je kan zien zit daar een best groot verschil in. En dan zal je denken, grotere veer is altijd beter dan kleinere veer. Maar dat is niet helemaal waar. Want ik heb dat vroeger best wel vaak geprobeerd om grotere veren in een normaal trampolinedoek te zetten. Maar een trampoline zoals dit hoort heel strak te zijn. Je ziet dat ik eigenlijk maar heel weinig inveer en dan alweer omhoog ga. En dat strakke, dat zorgt ervoor dat je lekker kan springen. En dat komt dus weer door een kleinere veer. Als je op een supertrampoline staat, heb je een langere veer, zak je verder in, kan je uiteindelijk wel hoger komen, maar veert het weer heel anders. Omdat dit doek kleiner is, moet ook een kleinere veer hebben. Omdat dat doek groter is, moet deze de grote. En voor de mensen die mijn YouTube kanaal vroeger al keken, die hebben gezien dat ik vroeger altijd met mijn tuintrampoline de veren in plaats van recht toe naar de trampoline deed, ging ze kruisen. En de reden waarom die dan beter is, is omdat hij dan op meer spanning staat. Omdat hij een langere weg moet overbruggen. Omdat hij op meer spanning staat, is de trampoline strakker en wordt hij uiteindelijk beter. Dit kan je tot een bepaalde hoeveelheid doen, want op een gegeven moment is de rek uit je veer. En als de rek uit je veer is, dan kan dit gebeuren. Dan gaat hij niet meer terug. Dus kijk maar even het verschil tussen dit, hoe stevig dit is, en dit. En dit gebeurt er dus als iemand bijvoorbeeld heel dichtbij één veer springt en alle kracht op één veer komt. Dan kan hij zo ver uittrekken dat hij niet meer teruggaat. En dat kan dus ook gebeuren als jij de veren te strak zet, de kleine veren in het groot doek doet. Zeg maar als je eigenlijk iets maakt, als je iets maakt wat niet erbij past. Als dit gebeurt, rekt hij uit en gaat hij ook nooit meer terug. Dus mocht je een eigen trampoline hebben en denkt, oeh, ik ga mijn veren zesvoudig kruisen. Dan krijg je heel veel van deze floppy veren en daar heb je echt helemaal niks aan. En gelukkig heb ik Mees vandaag achter de camera staan en nu weer voor de camera. Om te laten zien wat het verschil is tussen een super trampoline en een normale trampoline. Wil je eerst laten zien hoe hoog je kan springen op de super trampoline en na op de normale? En Mees gaat nu springen op de super trampoline. En zoals je kan zien komt hij ongeveer op anderhalf keer zijn eigen hoogte. En nu moet ik zeggen dat gewoon zo hoog mogelijk springen op de trampoline vrij moeilijk is. Maar nu ga ik even naar de normale trampoline om te kijken hoe hoog Mees daar komt. En dit is niet de beste meetmethode, maar op deze manier kan je zien dat Mees ongeveer op één keer zijn eigen hoogte uitkomt. Een halve Mees minder dus. Oké. Okay. En nu zie je dat er dus best wel een groot verschil in zit. En ook in de tijd dat hij de trampoline raakt. Als je hier springt, dan ga je een halve meter ongeveer diep de trampoline in. Bij de supertrampoline zak je echt een meter diep erin. Dus je hebt veel meer tijd om zeg maar na te denken over wat voor dingen je doet. Dus daarom vinden sommige mensen supertrampolines veel fijner. En sommige mensen deze. En gewicht speelt daar ook wel een rol bij. Bij een supertrampoline is het heel moeilijk om hoog te komen als je heel licht bent. Hoe zwaarder je bent, hoe makkelijker het er is. Want hoe meer gewicht erin gaat, hoe verder je inveert, hoe harder de veren er ook weer uit veren. Dus daarom zie je dat mensen van zeg maar onze grootte vaak hoger springen dan kinderen van 6. Bij supertrampoline heb je daar nog veel meer last van dan bij deze. Omdat deze dus wat strakker zijn, werken ze ook bij veel mensen beter. Daarom zie je deze ook meer in trampolineparken dan die supertrampoline. Ik heb een vraag aan jou. Ja. Wat is het verschil tussen het doek wat hierin zit en in een normale trampoline? Grotere gaten. En waarom? Meer lucht. En waarom? Hoe bedoel je waarom? Waarom moet er meer lucht? Omdat ik weet dit, maar ik kan er nu gewoon niet op komen. Ik weet dit, ik heb dit zo vaak gehoord. Hier heb je er nog niet eens heel veel last van. Bij deze trampoline, maar wel als je hem ingraaft. Ja, dan blijft dan komt het doek minder makkelijk terug. Hij zei, je krijgt een soort vacuüm. Ja. Als jij met een handdoek zeg maar helemaal zo breed doet en zo snel mogelijk een beweging wil doen, dan vang je heel veel wind en het gaat best wel slow. Zodra je met een tennisracket wil slaan, dan zit er gaten in, kan je veel harder slaan omdat de lucht er doorheen gaat. Dus je hebt veel minder weerstand. En dat is bij deze trampolines ook zo, omdat hier minder luchtweerstand in zit, omdat er grotere gaten zitten en de lucht er dus doorheen kan, kan die ook makkelijker weer omhoog en naar beneden gaan. Stel je zou dit hebben met het reguliere trampolinedoek, dan springt dat heel erg slecht en heel erg vervelend. Want
ooit hebben hier andere doeken in gehad en die hadden dat. Die waren bijna zo goed als dicht en die heb ik gewoon gelijk weer weggestuurd omdat ze zo slecht waren. Vind je dat een goede vergelijking? Ja, echt heel sterk. Ik dacht, jij hebt geen idee wat je gaat zeggen en toen kwam er dat uit. Toen dacht ik, wow. Ik ben het verschil in doeken. En nu zou je misschien vragen, hey, maar waarom doe je deze doeken niet daar? Want dan heb je daar ook minder lucht en dan zou ze beter moeten worden. En daar heb ik heel eerlijk gezegd geen antwoord op waarom we dat eigenlijk niet hebben. Nou, kan jij dat verzinnen? Ik denk omdat dit veel duurder is. En dan heb je een heel park vol met de allerbeste trampolines. En dan is het hele effect van een allerbeste trampoline weg. Dat is ook wel een goed punt, ja. Maar en vooral duurder. Die eerste dat het te duur ja, is. Dat is, ja, denk ik, dat is denk ik de reden waarom eigenlijk elk trampolinepark uit normale trampolines bestaat. En nog een andere reden wat het wel ook is. Daar kan je veel meer op vallen. Dit doet echt pijn als je hier opvalt, zeg maar, als je hierover schaapt. Ja, nee, dat vind ik niet nice. Ik had altijd vroeger bij zo'n trampolinepark van die doeken. En dat deed gewoon, net zoals een Eurotram, doet het gewoon pijn om op te springen. Het is gewoon hard. Ja, het is gewoon echt hard. Ja. Oh, wil je dat? Misschien kan je dat laten zien. Twee dagen geleden in een trampolinepark met supertrampolines die heel hard waren. Zit het nog op mijn rug? Ja, het zit nog in je rug. Dit is van 3 keer op een trampoline op mijn rug veren. En dat zijn dus trampolines met ditzelfde doek, ook zeg maar met een open structuur. Alleen veel harder. En dat was dus zo hard dat mijn hele rug een bloeduitstorting is geworden. En deze zijn wel zeg maar zo doorlatend en zacht dat je prima gewoon altijd zo kan landen zonder dat er enige gekkigheid gebeurt. Nu waren die andere trampolines wel beter omdat ze nog harder en nog strakker waren, alleen het doet gewoon pijn. Ook als je erop valt, als je een keer op je nek landt, dan breek je ook echt je nek en hier... Hopelijk niet. Hopelijk niet, inderdaad. En dan een vraag die ik heel vaak krijg. Waarom heb je niet meer van die super trampolines? En Mees, weet jij het antwoord erop waarom ik niet meer heb? Heel duur. Ja. En het ding is ook, zeg maar, je bent hier 10 vierkante meter kwijt voor 1 trampoline. We hebben er 2, dus we zijn zeg maar 20 vierkante meter kwijt voor alleen de trampolines. En er kunnen 2 mensen op springen. Daar kunnen op 20 vierkante meter 6 trampolines, dus 6 mensen springen. En daar kunnen de trampolines strak tegen elkaar aan. Hier hebben wij allemaal regels dat zeg maar overal een rand omheen moet zitten. Je hebt heel veel regels in Nederland met uitwijkzones, met valruimtes. Dus wij kunnen deze trampolines bijvoorbeeld niet rechtstreeks aan de airbag doen of rechtstreeks aan deze rand. Omdat het gewoon te gevaarlijk is volgens Nederlandse regels. Oftewel, we hebben maar 4 trampolines, terwijl dit echt een vijfde van ons park inneemt, zeg maar. Zesde. Misschien 8e. Ja, ik zal even te rekenen. Maar we hebben dit wel een keertje uit mogen testen in Oostenrijk. En toen was het wel allemaal naast elkaar. Die hadden zeg maar meer supertrams dan normale trams. Maar heel eerlijk, was de helft ook goed geweest? Ja, meer dan. Ja. Je hebt er helemaal niks aan. Want het is bijzonder omdat je er zo weinig hebt en je springt er op eentje. Ik kan de hele tijd op deze springen en dan hoef ik het rest van het park niet te zien. Je hebt er niet meer nodig dan 1. Alleen als het druk is. Kijk, wij zijn hier altijd buiten openingstijd. Ja, als het druk is, snap ik het op zich wel. Maar in principe zijn er heel weinig mensen die zo'n trampoline echt gebruiken waar het voor is. Die het echt nodig hebben. Eigenlijk bijna iedereen kan daarop genoeg salters en genoeg dingen. Meer het idee van een groot trampoline hebben is leuk. En zo zijn er in de trampolineparkwereld echt nog heel veel meer regels. Zoals je hier boven mij kan zien, zijn ze nu de kabelbaan aan het bouwen. Die is bijna af, maar niet helemaal, want de kabelbaan hangt wel. Maar ze moeten nog wel het hele platform bouwen. Ze moeten nog alles testen, dus het duurt nog wel even. Maar daar krijgen we nu weer heel veel regeltjes bij. En een regeltje die we in het begin erbij hadden gekregen, toen we het trampolinepark gingen openen, was bijvoorbeeld deze lange baan. Deze moet altijd, elke trampoline moet minimaal 1 tegel uitvalruimte hebben. Dus zeg maar, hier kan je zien dat zeg maar, dit zijn allemaal tegels. Moet minimaal 1 tegel hebben. Maar in de lengte, als een trampoline een looprichting heeft, heb je weer 2 tegels nodig. Oftewel, wij mochten niet hier al een hekje neerzetten, want dat was gevaarlijk. Omdat we heel veel van dat soort regels hebben, moeten we heel veel opletten met waar een trampoline plaatsen en wat zeg maar allemaal tegenover elkaar kan. En ik ben dus laatst in een trampolinepark in Abu Dhabi geweest. Daar komt binnenkort op mijn kanaal een video van online, maar dat zag er zo uit. En dat ziet er zo vet uit met al die verschillende hoogtes waar je vanaf kan springen. Alle trampolines schuin over elkaar heen. En dat zou ik ook heel graag willen, maar dat mag in Nederland. Voor zover ik weet dus nog gewoon niet. Ik ga het nog eventjes een keer overleggen. Misschien dat we het wel een keer kunnen bouwen. Maar dat zou ik heel graag in mijn trampolinepark willen. Maar dat is gewoon in Nederland niet mogelijk. En naar mijn mening hebben wij nu voor Nederlandse begrippen maximaal uit het trampolinepark gehaald wat je kan hebben. Helemaal nu het airpark erbij en zo meteen de kabelbaan. Maximaal eruit gehaald, maar als ze hem helemaal vrij zouden laten, dan zou ik denk ik nog wel 2 keer zo vet kunnen worden. Als jij 1 ding nu aan het park mag veranderen? 1 ding nu? Ja. Maar niet voor jezelf, maar voor
algemene kijkers. Dus iedereen deze video kijkt. Maar omdat jullie allemaal deze zomervakantie gezellig kan springen bij Jungle Cruise. Voor mezelf? Nee, laat ik eerst voor de kinderen doen. Om meer attractiewaarde te krijgen voor kinderen zou ik denk ik gewoon een, nou ja, wat jij nu al hebt. Gewoon zo'n freestyle area, maar dan met meer blokken. Meer, zeg maar, om overheen te springen en hoogteverschillen. Wat je net ook al zei, dat lijkt me echt wel vet als dat zou mogen en zou kunnen. En ik denk voor mezelf zou ik het freerunnen en het trampolinespringen met elkaar combineren. Dat je echt gewoon blok, trampoline, trampoline, blok. Dat je gewoon allemaal verschillende dingen hebt. Bars, noem maar op. Ik heb bars wel heel gevaarlijk. Maar trampoline boven de bar ook gewoon. Ja, maar gewoon dat je gewoon echt letterlijk niet gewoon een freerunparkje hebt met twee trampolines. Maar dat je echt gewoon help trampolinepark. En dat je gewoon dat door elkaar mixt met hoogteverschillen, schuine trampolines. Dat je bijvoorbeeld zo'n wallflip naar dat blok kan doen. Van dat blok spring je in die trampoline, doe je een cyclone naar een ziek hoogblok. Dan in één keer naar de foampit, Rudy, weet ik. Dat is dus echt gewoon precies het park waar ik was. Ja, nou dat vind ik vet. Ja, dat zou ik ook willen. En ik zou heel graag dit hele gedeelte eruit willen slopen. Dat eruit willen slopen, dit uit willen slopen. En hier zo'n freestyle ding willen maken. Dat moet goed kunnen krijgen. Ja. Ik heb hier natuurlijk wel heel vaak over nagedacht, omdat we het trampolinepark altijd beter willen maken. Nu is het enige ding wat we nog toe konden voegen zonder dat we iets weg moesten halen, de kabelbaan. Nou, die gaat er nu komen, dus daardoor zijn we alsnog 100% zeker het beste trampolinepark van Nederland. Of het leukste trampolinepark van Nederland, dat kan hier het meeste doen. Maar mocht ik iets kunnen doen, wat we ook gaan doen, is het inderdaad wat Mees eigenlijk net zei. Bij deze area willen we het een stuk leuker gaan maken. We willen meer blokken hebben en willen eigenlijk kijken of we de blokken modulair kunnen maken, zoals dat moeilijk woord heet. En dat betekent eigenlijk dat we dit blok weg kunnen halen, hem ergens anders ertussen kunnen zetten, daar weer een rand op kunnen zetten. Dus dat we eigenlijk elke maand het park, de layout van het park, kunnen veranderen. Dus dan de ene keer halen we deze trampoline eruit, zetten we hier het grote vaste blok neer, dan zetten we daar een muur neer, dan zetten we daar een muur, dan zetten we daar een muur, dan zetten we daar een muur. Dat we eigenlijk altijd het kunnen blijven doorveranderen. We zijn ermee bezig om te kijken of dit kan. Want omdat je park verandert, moet de keuring eigenlijk ook weer opnieuw. Dus we moeten even kijken of dat kan. Maar dat lijkt me heel erg vet. Om het ook voor, ik denk dat het meer voor ons is dan voor eigenlijk de kijker. Maar dat het voor ons heel erg vet kan zijn. En misschien ook wel voor jullie. Als ik echt iets drastisch zou willen veranderen, zou ik denk ik het ninja parcours weghalen. Want dat vind ik gewoon de minst leuke area, denk ik. En daar iets nieuws verzinnen. Alleen ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed wat. Hebben we wel eens iets gehad in een park waar we dachten, wow, dat is echt super vet, maar... Ja, nee, niet echt. Misschien naar een freerun park bouwen. Dat zou ik wel voor mezelf heel vet vinden. Maar de los daarvan ga ik weer nooit gebruiken, want ik spring eigenlijk nooit meer. Dus ik kan het wel inzetten voor mezelf, maar... Nee. En nu nog even een kleine uitleg voor iedereen die komt springen. Welke trampoline waarvoor het beste is en waarom je sommige salto's op welke trampoline moet leren? Mees, tell them. Laten we beginnen met de allerbeste trampoline van dit park. En dat is de, is dit 4 bij 4 of 5 bij 5? 4,5 bij 4,5. Ah, er tussenin, perfect. En als jij wat beter in springen bent, dan is deze trampoline perfect voor je. Voor dubbele salto's, voor dubbele schroeven, rudies, noem maar op. Ja, wat nog meer. Ik zou altijd voor deze trampoline kiezen. Want zoals je bij die trampoline achter mij ziet, heb je een muur. Dus als je een dubbele salto doet en je valt door, val je hier op de mat en daar tegen een muur. Dus dit is denk ik de ideale trampoline om je dubbele salto te oefenen. Eigenlijk alles waar je hoogte bij nodig hebt. Ik zou het afraden voor onervaren springers, want dan krijg je van die kinderen die een beetje zo gaan springen en dan helemaal die bounce niet snappen en dan gaan vallen. En zoals Boas net al had uitgelegd, deze trampoline is iets minder fijn om op te vallen dan die normale trampolines. Dus onervaren springers... Heel eerlijk, Kabooms Cody's vind ik ook niet chill. Nee, dat is best wel hard. Dat is inderdaad, en vooral dan moet je Cody, deze niet doen. Omdat die zo ver inzakt, zeg maar, omdat je op je buik springt. Maar wat nou als je wel op een supertrampoline een kaboom wil doen, maar deze is te slow? Ja, dan gaan we dus naar deze. En dat is wat we net hebben uitgelegd. Deze is groter, dus slomer. Deze is kleiner, dus strakker. Dus heeft iets meer feedback. Ja. Dus laat eens even zien. Oh. Dubbel dan? Ja, hey, de rand ligt los. Oh, ik ben helemaal niet blij. Tweede salto van vandaag. Het spijt me dat ik je dit laat doen. Backflip. Dubbel kaboom. Gaat zo makkelijk op deze, hè? Ja, dit is echt... Ja, dit is vergelijkbaar met een Eurotramp waar ik ooit 6 op heb gedaan. Nou, ik denk dat ik hier, als ik nog steeds goed was, wat ik helaas niet meer zo erg ben, had ik hier ook denk ik wel tot de 6 gekund. Ja. Dus dat is heel chill. En, wat ik net al zei, tegen de muur aanspringen. Gewoon, dit is hiervoor ideaal. Maar dit moet je wel alleen doen
als je dit kan. En hebben we dus de super trampolines gehad. En dat zijn de trampolines waarvan je denkt, dat is altijd het beste. Maar, dan is de vraag. Waarom zijn die niet daar? Waarschijnlijk omdat dat niet volgens de regels mag. Dat klopt ook, precies. Ja. Het is zo'n veiligheidsdingetje. Ja, dus daarom heb je nu hier simpele, normale trampolines. En dan heb je in de normale spring area de grote trampoline, zeg maar een anderhalve trampoline en de enkele normale trampoline. En het verschil hier tussen is dat die ietsjes zachter springt, die iets agressiever springt, die wat groter is, dus je hebt wat meer ruimte om te vallen. En die wat minder ruimte inneemt, dus we kunnen meer trampolines in ons park zetten. En daardoor kunnen we zeggen dat we heel veel trampolines hebben, terwijl we eigenlijk gewoon kleine trampolines in het park zetten. Maar we wel heel veel trampolines hebben. Nou ja, kijk, deze trampolines zijn goed. Dit zijn eigenlijk denk ik allebei onze favoriete trampoline. Ja. Deze is een goede grootte. Je kan zeg maar, je hebt de grootte om gewoon te kunnen vallen, gek te kunnen doen, dubbel te doen, een keer achterover te klappen zonder dat je op de rand raakt. Ik moet zeggen, die ervoor zijn wel heel chill. Stel je doet vanuit die een Barani naar deze en dan naar double back of zo. Omdat die wat strakker staan, kan je er heel veel power uithalen in één sprong. Dus dat is wel heel chill. Deze zijn ietsje slomer en ietsjes rustiger. Dus misschien kan ik het wel laten zien. Je hoort het ook dat deze wat slomer springt, zeg maar. En als ik deze doe, hoor je hoeveel sneller en agressiever deze klinkt. En dan kan je dus heel mooi zo. Wow! Kan je dus heel mooi zeg maar de agressiviteit gebruiken door die om in één keer hoog te gaan. En dan deze gebruiken door het makkelijkere bouncen, wat meer ruimte te hebben om daar daadwerkelijk echt je salto te doen. Dus dat zijn eigenlijk die twee trampolines. Die heb je ook bij de twister zitten. In de hoeken zitten gewoon de 1-vax trampoline. En dan hebben we nog in de helft hebben we nog een half trampoline. Het zijn niet voor salto's chill, maar dat is gewoon omdat dat de ruimte is die we hebben bij een twister. Goed, nu weet je in ieder geval iets meer over hoe trampolines werken, wat onze voorkeuren zijn. En nu de volgende keer als je naar een trampolinepark gaat, kan je dus of aan mensen heel cool vertellen dat je weet hoe het werkt. En kan je misschien ook met een trampolinemarkt meekijken. Om te kijken van hé, wat zou ik leuker vinden en wat zou misschien wel of niet mogen in het park. In ieder geval, vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog, subscribe beneden en zie ik bij de volgende video. Doei!